6 uur 26 of zo. Wat ik zelf trouwens een van de lastigste dingen vind. Zo, iemand hier is weer voldaan. Hè? En wij hebben weer nieuwe kussens. Nou ja, weer nieuwe kussens. We hebben al het matras van Yves. En nu hebben we de pillow. Ik ben benieuwd. Kunnen we wel gebruiken nu wat extra kussens? Wow, het ziet er wel vet uit. We hebben nu al ruzie om ons kussen. Ik hou ervan, het trage schuim. Het is echt heerlijk. Mooi afgewerkt. Jee. Hoi. Zo, goedemorgen. Nou ja, zo morgen is het niet meer. Het is inmiddels al in de middag. Maar ik heb gedoucht en alles. En daarna ben ik gewoon lekker weer in bed gaan liggen. Want wij hebben een behoorlijk zwaar nachtje achter de rug. Deze Jax die besloot gewoon om vanaf 3 uur 's nachts niet meer te gaan slapen. En even 2 uurtjes te gaan krijzen. Eigen willetje. Ja, en het rare is, ik bleef maar voeden en voeden en voeden. En uiteindelijk hadden we nog wat afgekofte melk in de koelkast wat we hebben gegeven. En toen ineens was het wel goed. Dus het is een beetje raar. Het lijkt net alsof ik niet genoeg had of zo. Maar ja, dat kan eigenlijk niet. Maar toch lijkt het zo. Het blijft toch een beetje gissen nog allemaal. Nou jongens, wie had dit gedacht? Ik kreeg al heel erg veel tips van jullie om een draagdoek te gaan gebruiken. En dit is, jawel, gewoon een draagdoek die mijn moeder zelf heeft ontworpen. Het heet de Combi Cotti. Hij is veel makkelijker dan zo'n... Oh, volgens mij heb ik hem niet helemaal goed om, want dit hoort daar. Sorry. Maar het heet de Combi Cotti. En het zijn dus 2 doeken. Eentje gaat zo en de ander dus zo. Maar ik zie dus net dat hij niet over deze schouder zit. Maar hij ligt er heerlijk in. En dit is dan een extra laagje om... voor de stevigheid. Ik moet zeggen, ik heb dit de dagen hiervoor nog niet gedaan, omdat ik zelf heel erg flauw was. Dus ik dacht, ja, als ik dat ding dan om ga doen, in verband met mijn bloedverlies natuurlijk, en ik kom boven en ik ben nu al dizzy, dan is dat met zo'n draagdoek met je kindje erin natuurlijk helemaal dizzy. Maar ik was vandaag niet meer zo dizzy, merkte ik. Het ging heel erg goed, dus ik dacht, hop, we gaan de draagdoek proberen. De cadeautjes stromen binnen. We hebben een doos van Puckababy. Althans, we. Nee, niet we. Jij. Want er staat echt op de doos Jax. Alleen Jax. Maar ik ga het wel even laten zien aan jullie. Ah, Jax, wat vind je ervan? Kijk, die kan je echt nooit genoeg hebben. En dat wist ik al, maar nu weet ik het echt zeker. Want ik heb een hele la vol met hydrofiel luiers. En die la is gewoon leeg. Hij is gewoon leeg. Ik denk dat er gewoon continu wel 20 in omloop zijn in huis of in de was zitten. Wat nog meer? Oh, wat is dit mooi? Een hele tas. Oh mijn god. Ja, niet alles gaat zo handig nog met een draagdoek. Dus nog even wennen. En vloggen ook nog natuurlijk tussendoor. Oh, wat heerlijk. Oh, die gaan we meteen vanavond proberen. Ja, we gaan hem wrappen. We gaan hem inbakeren. Is dit echt inbakeren? Ik weet het niet. Of is dit gewoon een slaapzakje? Ja, het is wel inbakeren. Kijk maar, want de armpjes zitten er helemaal in. Jullie vragen je misschien vast af waarom de woensdag weer niet is begonnen met de ratslap. Nou, ik had het gevraagd. Jola is het vergeten. En ik ben in de laatste tijd niet echt beneden geweest in de ochtend. Wat ik zelf trouwens een van de lastigste dingen vind van dat ik met hem zit in de ochtend. Want ik ben heel erg gehecht aan mijn ochtendjes met Jola. Dus ik mis dat wel heel erg. Maar dat komt wel weer als we straks wat meer ons ritme hebben gevonden. In ieder geval, hier komt hij. 1, 2, 3. Het is woensdag. En Jola is pas nu voor het eerst in beeld. Dus zij begint de dag met de... Hallo, good morning. Beetje zachtjes. Daar is Jax. Hij ligt lekker te slapen. En het is nu 12 uur. En
zal even een kleine update geven over hoe het gaat. Nou, vanochtend is dus het consultatiebureau langsgekomen voor een intake. En daar hadden wij ook wel heel erg behoefte aan. Want het was weer echt een super slechte nacht. Dus ik heb nu 2 nachten achter elkaar, allebei de nachten denk ik, 2 à 3 uurtjes geslapen. Totaal. Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn adrenaline / hormonen / liefdesgevoel voor Jax. Want overdag voel ik me gewoon weer prima. Dus ja, ik kan het blijkbaar gewoon aan. Maar we hebben net wel wat dingen besproken met de vrouw van het consultatiebureau over het voeden. Over hoe lang ik aan het voeden ben. En de tijden die ertussen zitten. En dat gaan we toch een klein beetje veranderen. Dus ik ga vanaf nu max een half uur per keer voeden. Want omdat ik echt continu 3 kwartier, soms wel 1 uur aan het voeden was, blijkt het toch wel dat ik hem echt met mijn voeding aan het troosten was. En dat hij dan mij gewoon eigenlijk als een levende speen ziet. Dus vanaf nu toch weer gewoon echt de 3 uur aanhouden overdag. En dan 's nachts wel voeden op verzoek. Maar als het goed is, komt er wel weer wat meer tijd tussen. We hebben een pakketje binnengekregen. Dus die gaan we even uitpakken. Pakketje. Pakketje. Zo, wat een doos. Heel schattig. Ja, heel schattig. Hij zit nog vast. Super zacht. Ik blijf heen en weer lopen met het andere nestje. We slapen natuurlijk op zolder. En ik ben er elke ochtend het nestje mee terug naar beneden aan het nemen en weer terug naar boven. Dus ik dacht, eigenlijk kan het niet zo'n kwaad om er 2 te hebben. Mooi, hè? Ja. Heel mooi. Heel mooi. Zo, daar ligt hij. Van school. Even een hele kleine pitstop tussendoor. Wel zo lekker. Even zitten. Het is zo top joh, dat lopen. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Hij is gewoon de hele tijd stil. Halleluja jongens. Ik ben net hier op de bank neergecrashed om Jax nog in de wagen lag te slapen. En dat is inmiddels 1,5 uur geleden. Dus ik denk dat ik wel zeker 1 uurtje weg ben geweest. En I needed that. Heel erg. Dus dat voelt heel erg goed. Bart heeft gezond eten gemaakt. Vega balletjes, vega burger, broccoli en aardappeltjes. Jola is ook een beetje moe, hè? Maar niet van Jax, toch? Maar van Turnen. Wel een beetje van Jax. Oh, wel een beetje van Jax. Die hebben we helemaal niet voorgenomen, toch? Ja, 1 keer is zwak geworden, zei ze. Ja? Hoe laat? Ja. Ongeveer 6 uur of zo. Ongeveer 6 uur. 6:26 of zo. 6:26 of zo. Ja, 6:26 en 52 seconden of zo. Nee, gewoon 6:26 ongeveer. Of 6:27 of zo. Ik weet het niet hoor, 6:27, wat over. Zie je nou gewoon grappig te doen? Hè? Nee, ik doe niet grappig, ik meen het. Ik ben 6 uur wakker geworden, ongeveer daar ergens in de buurt. Ongeveer. Ongeveer. Hey, as you can see, ik ben heel erg moe. We hebben Jax net 's avonds in bad gedaan. Maar ietsjes te laat, denk ik. Want ik was zelf al echt helemaal op. Dus het was echt een beetje trillend en shakend dat ik hem aan het afdrogen was en zo. Maar ik denk dat hij wel heel roosig is nu. Ik ben hem nu lekker aan het voeden. En dan hoop ik dat het een goede nacht wordt. I will let you know in de volgende vlog. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Abonneer voor meer. Doei. Rock that joint.